dat het in ieder geval georganiseerd wordt. Ik vind dat we dat vaker moeten doen. Je ziet gewoon heel veel ontwikkelaars, beleggers, die zitten met het probleem van hoe ga ik dat doen. Hè? Dus we moeten eerst de keuze maken om het te transformeren. En dan krijg je natuurlijk de vraagstuk van hoe ga je dat doen. En ik vind het goed dat we daar met elkaar over hebben. En we hebben nog ongeveer 200.000 vierkante meters in de pijplijn. En daar hebben we met de marktpartijen over. Dus ik denk dat wij de komende jaren met elkaar toch wel die stap gaan maken. En dan zullen we zien dat er een nieuwe economie ontstaat. Want de transformatie vergt nieuwe deskundigheid. Er zullen nieuwe bedrijven ontstaan. Er zullen nieuwe ondernemers ontstaan. De grootste uitdaging heeft er natuurlijk hoe gaat het Rijk op reageren. Want we hebben een aantal wettelijke belemmeringen, ook fiscale belemmeringen. En ik hoop dat het Rijk daar wat aan doet. Want als je dus transformeert naar woningen, ja, is ook weer, en dan moet je weer 6% overdrachtsbelasting, of 2%, wat is tegenwoordig. Daar moet je wel voorzichtig in zijn. Dan heb ik veel liever dat je dus voor 3 jaar even een uitzondering maakt op de fiscaliteit. En kijkt hoe het in de regelgeving, met name in de bouwbesluit, is het soms technisch heel erg lastig om kantoren te transformeren naar de woningen. De doelstelling, veiligheid moet overeind blijven. Maar je kan het ook aan de ondernemers overlaten om aan die veiligheidseisen te voldoen zonder dat te beschrijven hoe ze dat moeten doen. Dus er zijn wel de punten die het kabinet als het ware heel snel kan oppakken.